De OR van Cubus is niet blij dat de NS Cubus gaat afstoten. Afgelopen dinsdag ging de kogel door de kerk. De NS stopt met randactiviteiten zoals de stationswinkels en dus ook met het busvervoer van Cubus. Dat de NS zich meer op haar kerntaak wil richten, heeft niet alleen consequenties voor haar eigen bedrijfsvoering, maar ook voor dat van Cubus. Dat betekent niet dat de ondernemersraad staat te springen om de aanstaande overname. Nou, wij hebben eerder uitgesproken dat wij eigenlijk bij de NS willen blijven, bij een Nederlands bedrijf en niet bij een buitenlands bedrijf. Voor Cubus zelf komt het nieuws niet geheel onverwacht. Wij zagen min of meer al aankomen, hè. De discussie die liep natuurlijk al eerder. Het moment was voor ons wel verrassend, dat was van tevoren niet voorspeld. En ja, wij vinden het jammer, dat neem ik zeker is, van het bevalde personeel bij Cubus, de bedrijfsvoering, het model en dergelijke zoals wij opereren. Binnen het bedrijf en ja, dat willen wij graag zo houden zoals het is. En nu het in de verkoop komt, te staan, ja, dan maar afwachten hoe het een en ander nu gaat verlopen. De ondernemingsraad vreest voor een andere bedrijfscultuur bij een buitenlands moederbedrijf. Het gaat ons vooral om de hiërarchie en de bedrijfscultuur. Cubus, dat is een typisch Nederlands bedrijf in cultuur zijnde, waarbij het personeel dus, in het kader van het poldermodel, om daar nou een woord maar te gebruiken, meedenkt in het totale concept, dus in het product, in de bedrijfsvoering, in het personeelsbeleid. Hoe de toekomst van Cubus eruit gaat zien blijft onduidelijk. Maar op korte termijn zal er naar alle waarschijnlijkheid weinig van een aanstaande overname worden gemerkt.